Het regent, de pannetjes worden nat. Eerst geef je mij 100 gulden en dan bel ik. 100 gulden en net... Kijk hem liggen! Welkom bij een nieuwe weekvlog van Bobby's Leven. Ja, het is maandag zoals je ziet. Hier loopt Bo in de regen. Bobby's Leven in de regen, dat is niet handig. Want ze had geen jas bij zich. Nou, en hier draait ze dus, haalt ze het sleuteltje uit de slot, pakt ze de tas, gaat ze de deur open doen. Want ze stapt met de auto. Want ja, als je de deur niet open doet, dan kan de auto ook niet open. Dan kan ze er ook niet uitstappen. Dus, dit. Hier loopt ze terug naar huis. Want ja, het is alweer avond. En ze heeft het hele weekend in Zeist gezeten bij Stan. Nou, en dan komt ze hier met het koffertje aan. En dan doet ze de sleutel in de deur. En weer een deur, in dit geval, doet ze de deur open. Nou, en dan krijg je zo direct het moment supreme. Want ja, dan kom ik in één keer in beeld. Want ik had mijn meisje al een heel weekend niet gezien. Kijk, daar komt hij aan. Ja, daar ben ik. Hoi, dit was de maandag. Goedemorgen. Wat een zware tas. Ik weet niet of ik gisteren heb gezegd superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. In elk geval superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is dinsdag en ik moet vandaag voor het eerst naar school. Jawel, dus ik pak mijn autosleutel en ik sluit hier de bol af en ik ga richting Zwolle naar Deltion. En ik ben benieuwd hoe lang de middag gaat duren, wat we allemaal gaan doen, wat ik allemaal moet doen. Ik had wel een rooster, maar volgens mij klopt er helemaal niks van. Dus ik ga het allemaal zien. Ja, let's go. Voor jullie was het een sneltrein, maar ik stond gewoon 6 minuten vast bij een bij een stoplicht. Goed, ik ben naar school geweest. Heel veel informatie tot me gekregen. Hele gevarieerde klas van wat oudere mensen tot gewoon echt 18. Maar ook tot 49. Dus het is heel gevarieerd. En we hebben om de week les op school. Dus volgende week is het online en dan is het die week erop op school. En dan online en dan op school. Zo gaat dat een beetje door. En nou, je hebt een SLB groep. Nou, voor de schoolgaande mensen weten wat het is, studieloopbaanbegeleider. En daar zit je dan in. En ja, nou ja, de vak, ik heb de boeken ook besteld en zo. Dus we gaan het allemaal mee lopen te maken. Ik heb het warm, zoals je ziet. En ik ga nu even naar mijn opa en oma toe. Want het was op de route, die woont in Kampen. En ik moest naar Zwolle. Dus ik dacht, hey, laat ik even langs gaan. Dus dat ga ik even doen. Ja, nou, einde. Hallo. Goedemiddag. Hallootjes. Hoe is het ermee? Goedemiddag. Lekker naar school geweest? Lekker naar school geweest. Nou. Hallo. Viel het mee? Het viel mee. Ik ga het allemaal vertellen. Oh, gelukkig. Oh. Gelukkig. Joe. Joho. Hoe is het dan? Goed zo. Goed zo. Opa die heeft een geniaal idee, want hij zei, Bo, jullie doen toch altijd dat TikTok? Nee, ik zit even te vertellen tegen de vlog. Jullie doen toch altijd dat TikTok? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou, ik heb een leuk idee. Nou, we halen de pannen hier uit de kast. Ik zeg, dan ga ik eronder liggen. En dan zeg ik, zo, ik ben onder de pannen. En hij zei, eigenlijk is dat voor papa leuk. Maar ik zeg, waarom doen wij dat niet gewoon? Dus we gaan even een tactiek opnemen, hè? Wij gaan een tactiek opnemen, hartstikke leuk. TikTok. Of TikTok. TikTok. Kijk hem liggen. Oké, de TikTok komt hierna in beeld. Opa, wat ben je aan het doen? Zo, ik ben onder de pannen. Aju. Aju, wijsje. Doei, opa. Doeg. Nou, doeg. Aju, paraplu. Hey, oma, de groetjes. Ja, de groetjes. Aan je voetjes. Ja, dankjewel. Thank you.
Zo, ik sta weer voor mijn werk. Ik moet zeggen, ik heb vannacht echt helemaal niet goed geslapen. Ik droom zoveel de laatste tijd, dus ik ben gewoon echt een beetje moe. En het weer is er ook niet echt naar, regen en keiharde wind. Dus dat is echt top. Maar goed, we gaan even middagje werken, 4 uurtjes maar, dus dat scheelt op de BSO. En vanavond gaan Corinne en ik even de musical doornemen, want dat begint ook weer binnenkort. Dus ja, dat is ook niet geheel onbelangrijk. Gisteren zouden we musical oefenen, maar we gingen film kijken ineens. Ineens film kijken. Was heel leuk. De Hustle hebben we gekeken met Rebel Wilson. Zij is zo grappig. Maar nu is het inmiddels donderdagavond. En zitten we hier met onze scripts aan tafel. Hallo. En we gaan het even allemaal doorlezen. Zodat we weer even alles... We zijn heel lang uit geweest natuurlijk. En dan moet je wel thuis repeteren. Maar ja. Ja, dus we gaan dus we gaan even alles ook letterlijk doorlezen. Ook niet wat, ook wat onze scènes niet zijn. Zag je dat zo goed? Nou, maakt niet uit. Ja, we lezen gewoon het hele script. En alle liedjes even luisteren en dan gaan we straks nog even dansen. Dus we zijn mega goed bezig. Zo, als je dit kijkt, ja, we zijn goed bezig, hè? Dat je het even weet. Je praat tegen de verkeerde mensen. Wat jij nodig hebt is Benny Flink. Ja! Ja! De beste strafrechtadvocaat in heel Flevoland. Dat hij niet weet over juries en vrouwen... En hoe krijg je die Benny Flink? Niet door te bidden, schat. Nee, eerst geef je mij 100 gulden en dan bel ik. 100 gulden en net, dat is nogal veel voor een telefoontje. In huis het doet. We doen alle liedjes, word je keur. Ik ben ontroerend goed, hoe het ook zij. Liefde is waarvoor ik leef. Liefde is louter voor liefde, wat? Liefde, er is toch zoveel meer? We doen alle teksten en ook alle liedjes. En nu doen we het liedje van Sebas. Je hand uitsteken naar iemand die het echt nodig heeft. En je naaste liefde hebben, dat bedoel ik. Het is mooi meegenomen als je naast ligt. Ik heb geen idee waar we zijn. Ik ook niet. Louter voor liefde. Nee, stil. Dat ik voort. Laat ik vrij. Ik vrij en dat geld, dat is maar detail voor mij. Oh ja. Goedemorgen jongens, het is zaterdag en gisteren was het echt zo niet mijn dag. Ik slaap gewoon echt al weken slecht. Zoveel dromen. En ik denk gewoon dat het komt door nieuwe indrukken. School, nieuw werk. Weg bij mijn oude werk. Er zijn zoveel nieuwe dingen. Waardoor ik, dat trek ik me altijd heel erg aan. En dan kan ik dus niet zo goed slapen. Waardoor ik dat dus ook ga verwerken in mijn dromen. Dus ik droom heel veel, slaap slecht. Dus ik zat er gisteren even, was het echt zo'n dag. Toen moest ik 's middags ook nog werken. Nou ja, het is gewoon even niet helemaal mijn weekie, zeg maar. Ik moet weer eventjes gewoon wennen aan alle nieuwe dingen. Maar goed, het is nu weekend en dan gaan we er maandag weer met een nieuwe start tegenaan. Nieuwe honden, nieuwe kansen, zeg ik maar zo. Het is nu weekend en ik ga zo meteen even met mijn vader op pad. Mijn moeder die heeft weer een beetje last van haar maag, dus dat is niet erg fijn. Dus die blijft eventjes thuis. Nou, we moeten eventjes wat dingen halen. Vanmiddag komt Stan weer. Die is nu aan zijn auto werken, nog in Zeist bij zijn werk. En vanavond gaan we even spelletjes doen. Dus al met al eventjes gedachten op nul en gaan. Even weekend vieren. En ik moet even mijn haar doen, want dat ziet er ook niet uit. Hoewel, nee, het ziet er niet uit. Kijk. Nou, verder dat eigenlijk. Dus het is even een moatje deze week. Een moatje. Dat hoort er ook bij. Het is zaterdag en nou ja, goed. We gaan eventjes naar de stad. We moeten nog het een en ander halen. Lekker. Even kippetjes voor vanavond trouwens. Neem ik ook mee, kippetjes. Oh, lekker. Vindt Stan ook lekker, hè, Stan? En nou ja, we moeten eerst even naar de Jumbo in de Sjol. Wat is er? De Sjol. Ja, de Jumbo in de Sjol moeten we. Maar nou, dan gaan we nog even tanken en dan gaan we naar het Lelycentrum, moeten we nog even naar de Action. Dus dat wordt een dolle boel en we houden jullie op de hoogte van deze zaterdag. Ja, nou of niet, Bo? Joejoe! Zo, nou, we hebben wat... Ja, ik wil vertellen dat wij wat gekocht hebben, maar we zeggen lekker niet wat. Nee, het zit in dat tasje.
Want er is een bepaald iemand jarig volgende week. Ja, volgende week is dat, hè? En daar heb ik iets voor gekocht. En dan, ja, dat wordt hartstikke leuk. Wordt een goed feest, hè? Leuk feestje. We gaan weer verder. Op naar het Lelycentrum, hè? Ja. We zijn hier overigens in de Kroonpassage in locatie Lelystad. Ja. Yeah. 5-4. Ja, hoppakee, kijk, magic fingers, hè? Magic fingers. We kunnen weer. Het regent, de palletjes worden nat. Nou, we staan hier nu in het Lelycentrum. Maar het regent ineens heel hard. Het Lelycentrum, wist je dat, Bo? Dat is eigenlijk het oudste centrum van Lelystad, hè? Jo. Het is er nog steeds, hè? Dat is het. Nou, we gaan even naar de Action, hè? En wat is er? Wordt die omhoog? Ja, alleen dan jouw hoofd er ook nog bij. Oh ja, mijn hoofd er ook nog bij, ja. Nou, niet zo hoog. Niet zo hoog? Zo hoog. Zoiets, maar maakt niet uit. Oké, maar we gaan even naar de Action en we gaan even kippetjes halen. Tot zo. Doei. Waar de actie is. We lopen in de winkel waar de actie is. Ja. Action. Ja. En we hebben even spulletjes gekocht. Ja? Ben je al aan het filmen? Ja, ben je al aan het filmen. Oh. En we zien allemaal leuke dingen. Hier moet je zijn hoor. Action. Maar we gaan nu richting naar de kassa. We gaan niks meer kopen wat we niet nodig hebben. Staat hier hoor. Kippetjes te bestellen in de regen. Kippetje. Zo, eindstationnetje. We hebben de boel voor elkaar, hè? Ja, we hebben ook nog deze pluimen gekocht. Ja, die zien jullie straks. Ja, zien jullie straks wel. Zien jullie straks wel, ik kom in een vaas. Maar we zitten nu in een snackbar, de Boeien, in het Lelycentrum. We gaan even lekker snacken, hier alle kanonnen scheiden, joh. Het leven is één grote poppenkast, hè? En het is zaterdag, kanonnen scheiden. Daarom. En vanavond gaan we lekker koken. Maar nou, dat waren de avontuurtjes volgens, hè? Vandaag. We gaan zo naar huis. We gaan zo naar huis toe. Hey, doei. Kijk nou hoe leuk dit is. Dit is toch fantastisch, hè? Oh, ik ben een beetje aan het huilen van die uien. Wat zo? Nou, het is een beetje scherp. Maar wij zijn aan het koken. Ja, wat gaan we maken? We gaan vandaag mihoen met... Met ketchup sesamkip. Ja, gaan we maken. Precies. Hij is de kip aan het snijden, ik ben uitjes aan het snijden. Maar we doen geen mihoen, maar noedels. Dus we hebben het recept weer verpest. Dat moet je dus niet vertellen. Oh, we doen het gewoon met mihoen. Oh, ik ga even... Oh, wat erg. Hebben jullie er ook tussen last van? Dat zijn mihoen-noedels. Mihoen-noedels. Ja. Nou, dit ruikt toch lekker, jongens? Oh, dat is niet normaal, zeg, hé. Dat is echt heel lekker. En wat zit er nou allemaal in, Bo? Kip, ui, boontjes. Ja. Sesam ketchup saus. Heb je dat potje nog ergens? Ja, nee, ja, dat heb ik nog. Oké. We hebben gember. Dat is deze. Oké. Okay. Die. Die? Die. Van Cotan. Gember in. Ja, en een beetje knoflookpoeder. Nou, dan gaan we het zo even proeven. Oeh. Het is op tafel, het is op bord. Kijk, zo zie ik eruit. Ja. Moet ik eens even kijken. Ik ga een hapje nemen. Een hapje? Pas het allemaal niet gauw vol. Ja, sap hem op. Lekker? Heerlijk. Hallo. Goedemorgen. Wij gaan even naar mijn auto kijken, want die feestenaar, die is weer echt zo erg aan het piepen, jongen. Dus we gaan even kijken. Jij hebt je gereedschapskistje meegenomen. Ja. Dus we gaan even koekloeren. Waar zit dat ding? Hier zit hij. Hier staat een vang. En hier zit een. Nou, die zit redelijk los, dus ik ga die stellen. Oh. Nou. Oké dan. Maar dit is inderdaad het euvel. Kijk. Deze snaar die is goed gespannen. Die kan je indrukken en dan beweegt hij niet heel erg veel. Zie je dat? Mm-hmm. Deze. Die kun je best wel ver indrukken. Kijk. Oh ja. Dus die moeten we eventjes spannen. Hopelijk is het dan opgelost. Nou, kijken of we geen piepje horen. Net hoorden we hem niet. Nog steeds niet. Oké, nou ja, dan is dat helemaal goed, hoop ik. Maar ja, gisteren deed hij het ook niet. En van de week wel heel erg. En ook gewoon toen ik aan het rijden was, ineens keihard piepen. Maar goed. Dicht? Nou, top. Het is gefixt. Ja, Bo, doe de kap eens los. Ik zal je laten zien hoe je dat nu doet. Dus ik ben getekend.
Ik heb hem niet open gehad. Oh, ik heb een tankdop open gedaan. Nee, maar dat was omdat hij verroest was. Kom maar, zegt hij. Maar ik heb mijn tankdop open gedaan. Dat slot, dat klikt hem los. Ja. En dan zit hij nog in dit tweede slot. Ja. Dus dan doe je hem omhoog. Maar dat ding is een beetje stroef, dus die blijft hangen. Daarom gaat hij niet dicht. Oh. Als ik hem nu dicht gooi, ja, hem dicht. Dan doet hij dat. Moet even terug naar beneden. Dicht. You awesome. Dat is mooi dat dat gefixt is. Zo snel. Ik hoop het ook. En zo niet, dan gaan we weer een andere oplossing zoeken. Ja, maar goed. Wij gaan eventjes de vlog editen. En dan gaan we Glee kijken weer. Dus bedankt voor het kijken deze week. Vlog. Als je nou leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Hier beneden. En dan spreken we jullie, zien we jullie volgende week weer. Doei!